So, het is weer tijd voor Beef Exclusief Pit News. En ja, om een beetje in de sfeer te blijven, zou ik bijna zeggen: ho, 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 de Beef Ex Pit News Show. Ja, we zijn even terug met het versieren van de demo pit. Dus we hebben even niet zo heel veel tijd om andere producten te laten zien. We zitten natuurlijk zelf al helemaal in de kerstsfeer na de Beef Experience van afgelopen weekend. We hebben daar een weekend lang niks anders gehoord als White Christmas, Santa Claus is coming, noem maar op allemaal. Dus wij zitten echt al helemaal in de sfeer. Gelukkig hebben we van Ben Kreuger van de BK Photography een mooie video gekregen met een impressie van de hele Beef Experience 2022. Dus ik denk dat we daar allemaal lekker naar gaan kijken. Dan hebben jullie toch een leuke indruk van wat het is. Je zal op de video ook tegenkomen de VX, nieuwe Bastard VX. Deze is inmiddels in de show te zien, maar was afgelopen weekend als primeur bij Beef Exclusief voor het eerst aanwezig. Het is de Kamada met de hoekige bovenkant. Daar gaan we later zeker nog op terugkomen. De Wit Edda Pizza Rotante, die jullie kennen van onze vorige YouTube video's, hebben we ook uitgebreid kunnen demonstreren. Er was ook heel veel vraag naar. Voor de rest zie je Kees uitgebreid aan de gang met zijn braai. Ook daar hebben we later nog een keer goed nieuws over. Kees en ik gaan namelijk in januari letterlijk barbecue op grote hoogte brengen. En ja, nou ja, eigenlijk was dat een beetje het nieuws voor deze keer. Ik zou zeggen, kijk lekker mee en geniet van de Beef Ex Experience 2022. Still time left. If we want it, we can breathe again, breathe again.
up all night, that will forever be our place. And I know it's been a long time since we were together. There's a special place in my heart that's yours forever. If I could fly, nou, ik hoop dat jullie een beetje een indruk gekregen hebben hoe de Beef Experience 2022 verlopen is. Ja, mocht je er volgend jaar bij willen zijn, schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Dan krijg je ook de uitnodiging. Dat was het eigenlijk voor deze week. Mijn naam is Ab de Graaf en dit was Beef Experience Pit News. En tot de volgende week.